nieuwe video. Ik heb vandaag weer een winactie. Mensen die mij al wat langer volgen op Instagram en op pinkit.nl, die weten dat ik graag producten met andere deel. Dat ik regelmatig winacties hou. En omdat de Goodiebox winactie van afgelopen maand zo in de smaak was gevallen, dacht ik, we gooien er gewoon nog een nieuwe tegenaan. Ik heb een pakket samengesteld. Het is met make-up, met huidverzorging, met lichaamsverzorging, haarverzorging. Ik laat zo de clip zien waar je alle producten kan zien. En ik dacht, misschien kan ik daar iemand anders blij mee maken. Nieuwe en ongebruikte producten die je kan winnen. De volgende winactie doe ik nou ook even de disclaimer. Want als je dus een winactie houdt op YouTube, op Instagram en zo, komen er heel veel van die nep-accounts die willen dat je op een linkje klikt. Ik zal nooit naar gegevens vragen van dat je ergens op moet klikken of bankgegevens of andere dingen waarmee je opgelicht kan worden. Het enige wat ik doe is als de winactie is afgelopen, laat ik een berichtje achter onder deze video en zeg ik dat je gewonnen hebt en waar je een mailtje naartoe kan sturen met je adresgegevens. Dus nergens op klikken als je een berichtje krijgt dat lijkt van mij afkomstig te zijn, maar wat dan niet zo is. Dat wil ik er toch altijd even netjes bij vermelden. Dat doe ik bij elke winactie, dus ook op Instagram en zo. En ik wil dat hier ook even netjes bij zeggen natuurlijk. In het kader van Share the Love noem ik het altijd. Deel ik graag een pakket met jullie. En dan wil ik eigenlijk elke maand minimaal één winactie online gaan zetten. Omdat ik het toch allemaal niet alleen op krijg. En omdat ik het veel te leuk vind ook om met jullie te delen. Maar ik heb deze keer wel een soort regel. Namelijk dat alleen vaste kijkers kans maken om te winnen. Als je hier alleen maar komt voor de winactie en verder nooit like, reageer of wat dan ook. Ja, daar heeft mijn kanaal niet zo heel veel aan. En dan maak je ook minder kans om te winnen. Dus dat sowieso. En voor de rest zal ik alles beschrijven. Ook in de reactie en in de omschrijving, zeg maar. Dat je dat ook op je gemak kan teruglezen. Dat jullie het een leuk pakket vinden die ik samen heb gesteld. Ik ben alweer bezig met het pakket voor volgende maand. Dus ik probeer het elke keer mix te doen. Zodat er wat voor iedereen bij zit. En hopelijk is dat dit keer gelukt. Natuurlijk iedereen heel veel succes met deze winactie. En ik zou zeggen tot de volgende video.